afrit 9 het paasfeest van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk in Genk. Roger Hoelbeek en de ultieme oplossing van het fileprobleem. Meelopen in de Sint-Evermarus-toet kan gevolgen hebben. Lene Ampe is zelfstandige garagiste en het levenswerk van broeder Arsijn uit Helshoven. Wij hebben onze Pasen al een tijdje geleden gevierd. Maar de Oekraïns-Orthodoxe Kerk doet dat op 26 april. Wij vierden mee met de familie Dervianka in Genk. Franco, dat is mijn kleintochter. Dat is een ferme, hè? Ja. Op een ferme oma. Ja? Ja. Ze kan mooie eitjes maken, hè? Ja, dat is een specialistapper. Ja? Ja, ja. Bent u er fier op? Bent u trots op haar? Dat zeker. Ja. Dat is mijn beste van de beste. Nadia Dervianka is een Oekraïense Limburgse uit Houthalen. Ze is 28 en lerares. Met Pasen beoefent Nadia de edele kunst van het minutieus beschilderen van kippeneieren. Die eitjes veranderen in sublieme kunstwerkjes. Alles wat ik wit wil hebben, later op mijn eitje, moet ik nu eerst overtrekken met bijenwas. En dat ben ik nu aan het doen. Het is bijna klaar, het witte gedeelte. En is het een gewoon kippenei? Ja, een gewoon kippenei. Maar we moeten wel zorgen dat het een witte schaal heeft, want met bruine eieren kan ik eigenlijk niet veel doen. Wit is eigenlijk een typische kleur voor de pissanka, voor het eierschilderen. Omdat dat dus de kleur is van het licht. Ja, het Christus dus was het licht. Dat symboliseert dat dus. Gebeurt het wel eens dat je zo na uren werk toch nog het eitje breekt? Eigenlijk dat het breekt, hoe langer je dat eigenlijk doet, hoe meer gevoel je eigenlijk krijgt op dat ei. Dus, hoe lang doe je het dan? Ik denk nu, wacht eens even, 16 jaar. Van wie heb je dat talent eigenlijk? Van wie heb je dat? Ik heb eigenlijk helemaal geen artistiek talent. Nee? Ik kan dus niet tekenen, ik kan niet knutselen. Maar je hebt toch een heel mooi handschrift, want ik heb van jou een brief ontvangen. Ja. En je schrijft hem ook heel mooi, hè? Dat is waarschijnlijk omdat ik juffrouw ben. Eigenlijk woon je niet meer bij de ouders, hè? Nee, dat klopt. Ik ben zelfstandig gaan wonen sinds kort. Maar toch, voor de pissanka kom ik toch altijd thuis. En ik word verwend met een theetje. Of eens een koekje of zo. En dat is ook plezant, van even toch gemotiveerd te worden. Want om 10 uur op je stoel te blijven zitten, dat is toch wel vermoeiend, ook voor je nek. Dus ben je 10 uur aan één eitje bezig? Nee, ik ben meestal met 2 verschillende bezig. Terwijl 1 ei in het badje zit, ben ik met de andere bezig. Of bijvoorbeeld probeer ik de was van een derde eitje weg te doen. Dit is dus nu eigenlijk het vervelendste moment, maar eigenlijk het fijnste moment ook tegelijkertijd, omdat je ziet wat, nu wat werk je eigenlijk hebt gedaan. Een echte traditie van de pissanka is dus op een echt vers levend ei. Wat gebeurt er als je een ei dat, stel nu, 10 maanden oud is, breekt? Dan kun je best het huis uitvluchten. Dat is echt een stinkbom, hè. We hebben dat ooit eens voorgehaald en dat is niet te doen. Je hebt een knappe dochter, hè? Ja, dat is aan de vader te zien, denk ik. Is dat talent van u, meneer? Nee, want ik kan niet tekenen. Creatief is niks aan mij weggelegd. En zingen kan ik ook niet. Dus nee? Tenzij kunnen de mensen zingen. Hè? Ja, ik kan het eigenlijk niet zeggen. Ik vind ze allemaal mooi, want elk eitje is eigenlijk zo typisch. Hè? Wat is het grootste ei dat Nadja ooit gemaakt heeft? Ik denk dat dat het ganse eitje is. Hè? Die zij eigenlijk beschrijft als de tranen van de moeder gods eigenlijk. Eigenlijk, ze zijn allemaal mooi stuk voor stuk. Hè? Mm-hmm. Want dit is nu bijvoorbeeld ook. Dat is heel, heel fijn. Hè? Mm-hmm. Daar heeft ze... Mijn manier van spreken, 12 uur opgezeten. Opgezeten? Opgezeten. Is niet, hè? Men zegt dat zo, hè? Ja, dus opgewerkt, hè? Mijn manier van spreken, maar 12 uur opgewerkt. Ja. Dus dat kan al tellen, hè? Ja. Zeg, mevrouw, en u hebt daar ook een paasbrood, of hoe heet dat? Ja, dat is onze pasca, de traditionele pasca, hè? Je hebt het zelf bij gemaakt, de orthodoxe, ja. Ik heb deze week heel wat afgebakken. En je ziet, dit is al klaar om mee te nemen naar de kerk, hè.
Het orthodoxe paasfeest wordt gevierd in de nacht van 26 op 27 april. Nadia's vader is diaken en stichter van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk in Genk. Het koor zingt van 11 uur 's avonds tot 4 uur 's morgens. Klokslag middernacht trekken de gelovigen stoetsgewijs 3 maal rond de kerk. De gezangen houden aan. Wacht, nog niet, vader. De dienst duurt 5 uur en het is normaal dat tegen de ochtend de vermoeidheid toeslaat. Na de dienst wijdt de priester de eitjes en de paasbroodjes. En dan kan het echte paasfeest beginnen. Het is nu 3:55 's ochtends. Ja. Hoe voel je je nu? Moe. Moe, maar voldaan eigenlijk. Het is achter de rug. En nu begint het fijnste. Het eten, het feesten eigenlijk. Ik vind het echt ongelooflijk dat